welkom bij onze video. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Jette. En ik ben Cynthia. En vandaag, nu hebben we misschien net wel kunnen zien, gaan we deze mooie doos versieren. Het is een poppetje die op een schommel dus, door een mooi winterwonderland. Als je de video verder gaat kijken, nemen we je stap voor stap mee hoe je dit mooi eindresultaat kunt maken. Heel veel succes! Wat heb je nodig voor deze video? Je neemt een schoenendoos, maar denk bijvoorbeeld ook aan een doos die je in de supermarkt kan vinden waar bijvoorbeeld groenten in hebben gezeten. Deze kunnen je vader of moeder voor je meenemen. Dan een stuk karton, want hier gaan we een schommel van maken. Dan watten voor sneeuw, gekleurd papier, lijm, verf en een kwastje, touw, wij hebben in dit geval wol gebruikt, kleurpotloden en een schaar. Gebruik een kinderschaar. Mocht je alleen een grote schaar hebben, vraag dan je ouders om te helpen bij het knippen, want het kan best wel gevaarlijk zijn. Stap 1. We gaan de gaatjes in de doos maken. Roep nu even je vader of je moeder erbij om te helpen, want het kan best wel gevaarlijk zijn. Stap 2. Ik ga de doos blauw verven deels, zodat we een hele mooie blauwe lucht krijgen. Wat ga jij doen, Jette? Nou, ik ga aan de slag met de schommel. Hier heb je dus het karton voor nodig en de schaar. Dus vraag weer even of je papa of mama wil komen helpen. En uit het karton ga ik een rechthoek knippen. En deze heb je dus nodig straks in de doos. Het wordt de schommel. Dus zorg ervoor dat je een rechthoek knipt wat in de doos past. Heel slim. Zullen we beginnen? Yes! Nou, zoals jullie dus kunnen zien, heb ik een rechthoek uitgeknipt uit het karton. En dit wordt straks de schommel, dus deze past zo in de doos. Oma Jette, hoe leuk zou het zijn als je die schommel bekleedt met gekleurd papier? Oh, dat is wel echt een heel leuk idee. Ga jij dat doen? Dat ga ik doen. Nou, ik kies gewoon een kleurtje uit en dan ga ik de schommel even mee versieren. Zoals jullie kunnen zien, heb ik voor de kleur roze gekozen. Ik heb het stukje karton net op het roze papier gelegd. Dit heb ik dubbel gevouwen en daarna vastgeplakt met een beetje lijm. De volgende stap is dat je in de schommel weer twee gaatjes gaat maken. Net zoals we het dus straks bij de doos hebben gedaan. Hiervoor is het weer belangrijk dat je even om hulp gaat vragen bij een van je ouders. Zoals je kunt zien zijn de gaatjes gemaakt in de schommel. En Cynthia is volgens mij ook klaar met verven. Kijk, ik heb dus een blauwe lucht gemaakt. Maar valt je iets op, Jette? Jawel, niet de hele doos is blauw geverfd. Dat klopt, want je onderin, waar het wit is, ga je lijm plakken. En vervolgens pak je de watten erbij. En alle watjes, Jette gaat het al laten zien, doe je een beetje uit elkaar trekken. En die plak je vervolgens op de lijn in de doos. Want dan lijkt het gewoon net alsof het gesneeuwd heeft. We hebben nu dus overal watjes ingeplakt. En dat lijkt dus nu net alsof er sneeuw ligt. Maar we gaan nu ook door met stap 4. Ik ga een poppetje tekenen. En het is heel belangrijk dat het poppetje een hele lange arm heeft, zodat hij dadelijk een schommel vast kan pakken. Dus het maakt helemaal niet uit of je een meisje maakt of een jongetje. Teken maar gewoon een poppetje zoals jij het leuk vindt. En dat komt helemaal goed. Net dit poppetje gemaakt. Ik heb hem getekend en Jette heeft hem heel erg leuk ingekleurd en vervolgens uitgeknipt. Pak het poppetje en doe hem vouwen in de middel. Want kijk, zo kan het poppetje gaan zitten op de schommel dadelijk. Vervolgens doe je de handjes ook een keer vouwen. Zo kan je hem dadelijk makkelijk vastmaken aan de schommel. We laten ook alles zien, dus je kan gewoon meekijken wat je gaat doen. Wat ga jij doen, Jette? Dan ga ik door met stap 5. Bij deze stap heb je een stuk touw nodig. Ik heb net al een stukje afgeknipt. Zorg dat deze lang genoeg is. Je pakt het uiteinde en stopt dit door de bovenkant door het gaatje van de doos. Pak je vervolgens het andere uiteinde en stop je door het andere gaatje. Zo, dan trek je de touwtjes strak aan. En je ziet al dat het een beetje te lang is, maar dat is niet erg. Want dan knippen we gewoon dadelijk een stukje ervan af. Ho, maar wacht. Je gaat niet zomaar knippen, Jette.
Je pakt de schommel die je hebt gemaakt, de mooie roze schommel. En je pakt dus een touwtje. Je moet heel voorzichtig zijn en het touwtje door het gaatje van de schommel heen duwen. Kijk, de eerste is al gelukt. Oh, en ja. Dan ga ik de tweede ook nog doen. Je gaat onder de schommel een knoop maken, zodat die daarop blijft hangen. En misschien moet je wel meerdere knoopjes maken, zodat je echt een goede dikke knoop hebt. Kijk, het is ons gelukt. We hebben een aantal knoopjes moeten maken, maar de schommel hangt niet. Maar zoals je ziet, wat Jette net al heel goed gezien had, is dat we dus te veel touw hebben. Pak de schaar en vraag hierbij dus weer heel even je ouders als je een grote schaar gebruikt. En knip de stukjes die te veel zijn voorzichtig af. Nou, dan ga ik door met stap 6 en dit is ook meteen de laatste stap. Bij deze stap gaan we het poppetje op de schommel plakken. Dus je hebt weer even de lijm nodig. Je doet wat lijm op de onderkant van het poppetje waar die op gaat zitten. En nu, wat gaan we nu nog doen? Nou, we hebben hem dus nu met zijn billen eigenlijk vastgeplakt aan de schommel. Ja, het poppetje zit op de schommel. Nu gaan we nog even de handjes vastmaken. Dus je zorgt ervoor dat het touwtje tussen de handen vast zit. Je hebt ze net gevouwen. Het touwtje zit ertussen. Je pakt weer een beetje lijm. Zal ik hem vasthouden? Ja, dat is fijn. Je doet een beetje lijm op het handje. Mm-hmm. Zo. En je plakt het handje om het touwtje heen. Dus dan heeft hij hem echt vast. Ja, nou heeft hij het touwtje vast. En dat doen we ook bij het andere handje. Nou, zoals je kunt zien zit het poppetje nu op de schommel met zijn handjes aan de touwtjes. Superleuk. Mooi, hè? Schommelen? Ja, zeker. Kijk. Lekker in de sneeuw. Heel leuk. Hopelijk vinden jullie een leuke video en gaan jullie thuis ook proberen. Heel veel plezier. Tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende keer.